een nieuwe aflevering van Cultureel Platform bij Boekhandel Scheltema. Deze keer hebben we iets heel bijzonders, een karate-demonstratie. Daarna spreekt mevrouw van Gelderen over een heel bijzonder boek over de esdoorns. En dat zijn namelijk de enige bomen die kleur hebben in een Japanse tuin. Dus dat gaat over Japanse tuinen. En daarna komt Midas Dekkers. En Midas Dekkers spreekt met name over het feit dat zijn boek Dierenliefde vertaald is in het Japans. En hij heeft ook een ontmoeting gehad met de Japanse keizer, waar tal van anekdotes uit voortkomen. Japans begreep ik geen moer. Godzijdank ben ik een bioloog. En ik besloot al heel gauw dat als je Japans wilt begrijpen als bioloog, dan kun je maar het beste doen alsof je met een andere diersoort te maken hebt. Dus je doet net alsof het een vreemd vogeltje of een merkwaardig duizendpoot is. En dan valt het wel mee. Vooral ook omdat je, kijk, als je met een bioloog mee het bos ingaat, wat ik niemand aan kan raden, want ze verpesten ogenblikkelijk je humeur met hun gezeik over alles wat er nou in de kloten is, dan merk je al gauw dat zo'n bioloog, die roept dan op een gegeven moment: kijk, daar heb je de gekraagde roodstaart. En als je goed nadenkt, dan begrijp je wat een onzin dat is, want de gekraagde roodstaart, er zijn natuurlijk honderdduizenden van die. En je hebt natuurlijk gekraagde roodstaarten die een ochtendhumeur hebben, en je hebt gekraagde roodstaarten die dol op hun vrouw zijn, en je hebt gekraagde roodstaarten die nooit hun bord leeg willen eten. Je hebt allemaal individueel, maar voor een bioloog is dat allemaal de gekraagde roodstaart. Dat is makkelijk, dan kun je naar de boekwinkel, koop je een boekje, kijk je bij gekraagde roodstaart, en dan weet je precies wat ze allemaal doen, hoeveel eieren ze leggen en zo. Dat een gekraagde roodstaart 4 tot 6 eieren legt. En nou ja, die roodstaart in dat bos, die moeten dus niet aan denken om 11 eieren te leggen, want dat kan ons helemaal niet voorgesteld. En die Japanners, die houden zich daar keurig aan, die gedragen zich ook allemaal als één vreemde diersoort. En aan die diersoort moeten wij Nederlandse schrijvers gaan verkopen, wat merkwaardigerwijs vrij goed lukt. Er zijn de afgelopen 5 jaar een stuk of 50 schrijvers in het Japans vertaald. Voornamelijk kinderboekenschrijvers, Annie M. G. Schmid, Jan Terlouw, Els Pelgrom en natuurlijk Bruna met zijn Nijntje, die in Japan onvergelijkelijk populair is. Maar ook Rudy Kousbroek, Thijs Koolsmit, Bert Keizer, zelfs Piet Vroom is in het Japans vertaald. Dat is, nou ja, een klein foutje van het fonds, maar daar, goed, je loopt daar rond in Tokio, op de Tokyo Book Fair. Tokio, voor wie er niet geweest is, dat is de hoop van Rotterdam en de vrees van Amsterdam. In Rotterdam willen ze er allemaal net zo lelijk worden als in Tokio. En wij in Amsterdam hopen dat het nooit zo erg zal worden. En in het allerlelijkste gebouw van Tokio
daar was de Tokyo Book Fair met een hele grote Nederlandse stand. Met een heleboel boeken van Nederlandse schrijvers, maar vooral heel erg groot foto's van Van Gogh. Heel erg grote foto's van Anne Frank. En nog grotere foto's van Nijntje, van Bruna. Of zoals Adriaan van Disky, twee doden en een konijn. Daarmee moeten wij onze handel in Japan weer zien oplappen. Adriaan van Disky had het trouwens toch wel lastig. Nou, we waren met Adriaan van Disky was er. Er waren drie Japan-kenners waren er. Het over het paard getilde wonderkind Grunberg was er. Els Pelgrom vertegenwoordigde de kinderboekschrijver. En Adriaan van Disky die moest het hebben over het oorlogleed wat de Jappen in Indië hadden aangedaan. En daar wist hij zelf helemaal niks van natuurlijk, maar zijn vader had er eigenlijk ook niet wel eens over verteld. Waarop een oude Japanner overeind kwam en zei van ja, u vertelt het allemaal, al dat oorlogsleed wat wij u allemaal hebben aangedaan. Als wij nou in Amsterdam komen, doen jullie dan niet heel lelijk tegen ons omdat wij zo lelijk zijn geweest in de oorlog? Nee, zei Adriaan van Dis, maak u zich maar geen zorgen. Want wij Nederlanders, wij kennen het verschil tussen Japanners en Chinezen toch niet en die zitten hier al zo lang. Daar is geen beginnen meer aan. Ai, zei die Japaner, want nou, dat zeggen ze altijd onder andere omstandigheden. Maar goed, ik zelf was daar omdat ik reclame moest maken voor een boek van mij wat in het Japans vertaald is. Het boek dat heet Lief Dier. Het gaat over de uiterste consequentie van het liefhebben van dieren door mensen. Kortom, het gaat over het neuken van mensen met dieren. En vooral gaat het erover wat het dier daarvan vindt. Of die daar ook enig genoeg aan wil. Dat is vertaald in het Japans. Ik kan je verzekeren, het is heel stom om een boek in je handen te hebben wat je zelf hebt geschreven, maar wat je zelf niet kan lezen. Een buitengewoon vreemde gewaarwording. En bovendien vroeg ik me af, wat doe ik in godsnaam in Japan? Want volgens mij hebben die Japanners er veel meer verstand van. Kijk, in mijn boek staan allemaal plaatjes van mensen die het met ezels doen en gebruik je fantasie maar. Maar de enige Japanse prent die erin staat is van een mevrouw die het met een octopus doet. Dus die Japanners die liggen mijlen ver op ons voor, dacht ik altijd. Maar godzijdank heeft koningin Victoria daar ook via een omweg huis gehouden. Ze zijn daar wat preuts geworden de afgelopen eeuw, dus ik had toch nog iets. Maar ja, dan toch, ik moest daar een gesprek houden met een Japanse professor, professor Hayashi, over dit onderwerp. En dat, ja, het is toch al pijnlijk. Ik werd de eerste keer geïnterviewd door een Belg over dat boek. En die vroeg aan mij, meneer Dekkers, wat is dat voor een boek? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet precies. Ik zeg, maar één ding weet ik wel zeker, het is geen vies boek. Het is een cultuurhistorie. Ja, zei die Belg, dat zeggen alle schrijvers van vieze boeken. Dus, en dat is nog maar een Belg. Dus nou zat ik midden in Japan en ja, je weet toch nooit hoe die gevoeligheden allemaal liggen. En dan moet je met zo'n Japanse professor praten met een Japans publiek en dan zit je daar met keurige professor naast me, helemaal netjes in het pak, stropdassen, vestje, goed naar de kapper geweest, alles. En daar moet ik dan mee over het neuken met beesten praten. Ik bedoel, ga maar eens een keertje bij een Marokkaanse sociëteit over het neuken met beesten praten. Daar word je ook niet echt hartelijk ontvangen. Dus ik kneep me als een oude dief en was dolblij dat de Japanse professor als eerste het woord nam. En het eerste wat de Japanse professor tegen mij zei, heeft u het wel eens met een dier gedaan? Dus ja, ik zocht overal in mijn geheugen naar alle smoesen en omwegen die ik daar ooit voor heb gezocht. Maar ik had nog geen goede smoes gevonden. Of de professor vervolgde ogenblikkelijk met, nou ik wel. En die begon te vertellen over een hele gelukkige jeugd die hij had gehad op een eiland met veel geiten. En met die geiten was hij op de goede voet geraakt. Die had hij ook allemaal opgemeten, want het was een echte natuurliefhebber. En het was kennelijk goed bevallen met die geiten, want hij was later bioloog geworden.
En daar heeft die geiten nog veel vaker op gemeten. Maar zoals hij zelf zei, dat de metingen in de tijd dat hij zijn eigen lichaam nog als meetinstrument gebruikte, die waren hem toch het beste bevallen. Want die geiten die waren van binnen heel lekker warm. Veel lekkerder dan een vrouw. En dat, ja, daar keek hij bij. Ja, moest me wel voorstellen. Maar zijn vrouw had het nooit erg gevonden, zei hij, dat hij dat vroeger gedaan had. Want het was allemaal voor haar. Nou, en nu was hij dan professor. En als professor was hij nu voorzitter geworden van het genootschap voor de relaties tussen mens en dier. Dus die vraag of de panners gevoel voor humor hebben, die is wat mij betreft wel beantwoord. In het kader van het cultureel platform bij Boekhandel Scheldema keken we naar de Shotokan Karate School uit Amsterdam. Naar mevrouw van Gelderen, die vertelde over de esdoorns in Japanse tuinen, naar aanleiding van het boek Maples for Gardens, en aan Midas Dekkers. De verdere activiteiten bij Scheldema zijn op zaterdag de jazzzangers One Hour Standards en op zondag een reiki-demonstratie.